like we said in Italy, heroes die young. So everybody has a very, very good memory about Marco van Basten. Het grote trieste is dus voor iedereen die van voetbal houdt, dat iemand zo jong heeft moeten uitscheiden. De boodschap die men aan overhoudt is dat een carrière van een voetbalspeler soms van heel kleine zaken afhangt. Kijk, het is een jongen van weinig interviews. Al die dingen ontvlucht hij. Want het is een soort mythe. Fu un momento esaltante di gente che cercava con gli applausi, di ringraziare questo giocatore per tutto quello che aveva fatto e anche per la sfortuna che aveva avuto. Dit zijn alle ingrepen die u gedaan heeft op een rijtje eigenlijk. Dit is, het meeste wat u hier ziet is die enkel van Van Basten. Ja. Beetje veel mensen om Van Basten heen. Jo! Nou, hij raakt een beetje geïrriteerd en raakt een tikje geblesseerd. Hij kan overdeerd, zie ik hem nog komen. Ik zie nog die overtreding. Hij maakt een overtreding. Maar het was fanatisme. Kijk, en dan ga je verkeerd, want dan pak je alles. Maar je loopt zelf ook schade op. Nou, en hij liep de schade op. En hij stond niet op? Hij bleef even liggen, maar ik had dat gezien. Ik denk, het is foute boel. Hoe trof u die rechter enkel aan? Toen ik hem voor het eerst gezien heb, heb ik die enkel onderzocht. En vastgesteld dat die enkel instabiel was. Instabiel betekent dat er sprake was van ontbrekende enkelbanden. Hij had wel dat jaar met die enkel gespeeld. Hij had geprobeerd om te spelen, maar hij is altijd weer uitgevallen. In die fase in Italië zag hij het ook niet meer zitten. Het is 1988. Marco van Basten heeft in zijn eerste seizoen bij AC Milan nauwelijks gespeeld vanwege zijn enkel. In juni van dat jaar wacht het EK in Duitsland. Bondscoach Rinus Michels passeert Van Basten in de eerste wedstrijd tegen de Sovjet-Unie. Nederland verliest. En Van Basten mag er pas in tegen Engeland. Het was een toernooi voor hem natuurlijk, wat alles klopte en lukte. En een droom die in principe uitkomt. Hij was dat jaar geblesseerd geweest in Italië, zijn eerste jaar, aan zijn enkel. En kwam pas de laatste paar weken aan het spelen toe. Dus had daarvoor in alle kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal geen aandeel gehad. Maar was wel fit tijdens de Europese kampioenschappen. Hij had zo'n pleister hier, die hij had opgelopen volgens mij in die oefenwedstrijden daarvoor. Dus dat maakt het ook weer tot iets magisch. Het lijkt al een jongensboek als je dat dan zo ziet. Na de eerste wedstrijd kwam hij erin tegen Engeland en hij scoorde gelijk 3 keer. En dat was eigenlijk het begin van de ommekeer van het hele Nederlands elftal. Ronald Koeman aan de middellinie, halb links, jetzt der pass in het middenveld. Centraal voor het Deutsche Tor, Van Basten met de mogelijkheid en Tor, 2-1, Marco van Basten. Goal waar je denkt van ja, dat hoort niet bij Marco, dat past niet bij zijn manier van spelen, maar dat heeft hij juist ontzettend. Hij heeft een ongelofelijke winnaarsmentaliteit op dat moment. Voor
Voor de Nederlanders was het zoiets als een bevrijding. Er was een voetbalachtergrond, 74, het wereldkampioenschap. En er was natuurlijk de hele psychologische achtergrond van de naoorlogse geschiedenis tussen Duitsland en Nederland. En al die twee dingen kwamen bij elkaar. Die bal wordt diep gespeeld door Jan Wouters. Het was eigenlijk misschien iets te diep. Of in ieder geval, hij moest met een sliding er naartoe. En die Jurgen Keuler die had dat toch niet verwacht. En met zijn grote teen weet hij hem in de verste hoek te prikken. Ik denk, in het algemeen is het iets geweest wat goed was voor de Duits-Nederlandse betrekkingen. Zijn ze daardoor veranderd, die betrekkingen? Indirect wel. Ik denk van wel. Want psychologisch was het toch een beetje een doorbraak. Het zelfbewustzijn van de Nederlanders werd zeker versterkt. En ik denk, het doelpunt is toch een van de symbolen die dan zo langzamerhand tot een, ook psychologisch denk ik nu, heel normale Europese relatie voeren. Hij is daar toch wel te nuchter voor. Hij zegt wat die mensen en wat het publiek daarmee wil doen. Hij vindt het wel mooi, ook wel leuk om een keer mee te maken. Maar hij is er toch wel vrij nuchter in. Het is verschrikkelijk mooi, maar dat zullen iedereen wel gezegd hebben. Ja. Wij hebben zoiets niet door. Als je eenmaal in het toernooi bezig bent, dan ben je eigenlijk met voetballen bezig. En je ziet dan wel elke keer met de wedstrijden dat het zo druk is. En dat het steeds hele grote gedeeltes oranje zijn in het stadion. Maar ja, dat het zo leeft bij de mensen, dat verwacht je echt niet natuurlijk. Het leukste wat ik me herinner is een leuze die ergens direct na de voetbalwedstrijd verscheen. Oma, wij hebben je fiets terug. Dus humor, een beetje herinnering en het gevoel van overwinning. Ook als nazi. In 88 zie je dat dat al genezen is. Ja. Dus is het op dat moment goed. Alleen de schade die wij hier op boven zien en die wij ook hier zien, is al gezet. De schade is los kraakbeen? Ja. Wat zich gaat verspreiden, of niet? Ontbrekend. In feite, op dat moment, het los kraakbeen hebben we natuurlijk verwijderd bij de operatie. Ja. Maar er ontbreekt, daar is er geen kraakbeen meer. Er zijn echte defecten die daar zwart getekend zijn. Na die EK 88 is het eigenlijk in een vogelvlucht gegaan. Heeft hij met AC Milan kampioenschappen gewonnen, Europa Cups, topscorer van Italië. Gewoon de grootste successen die je kon behalen, behaalde hij met AC Milan. En hij was daarin de belangrijkste speler. Sometimes supporters of your team love a player, but every other supporters hate him. I think Marco van Basten was loved from every supporters in Italy, Milan, Inter, Juve, because his way of playing was so beautiful to see, but everybody liked to see him. Marco era un grandissimo giocatore. Lui non aveva punti deboli, era bravo nel gioco aereo, era bravo nel dribbling, nel passaggio, intelligente nei movimenti senza palla, era migliorato in Italia molto nello smarcamento.
In Olanda si smarcava meno. In Italia era migliorato molto perché le difese italiane sono molto brave. E l'unico punto debole era il carattere. E un giorno io gli dissi: un grande giocatore non può un giorno fare una performance da 100 e il giorno dopo da 20. Ma lui caratterialmente non sempre era così concentrato, così forte, così, e questo lo portava ad avere degli alti e bassi di rendimento. Questo forse era l'unico punto che si può muovere a Marco, perché come giocatore lui veramente sapeva fare tutto e giocava con la squadra e anche per la squadra. E questo credo che in Italia l'abbia imparato ancora di più. Che lo dice Marco Van Basten? Oh, grande. Grande. Most important. Era il migliore. Number one. È il migliore. È stato il migliore. È un grande, manca. Stasera dovrebbe compensare tutti quelli che mancano. Van Basten, ce n'era uno solo. Uno, basta. Perché era il migliore al mondo. Uno ce n'era. Era il calcio in persona, è nato per giocare. Quando a uno vedeva Van Basten, andava a casa a letto con la moglie contento. Basta. Als mensen je jarenlang aanbidden, ja, en je wordt behandeld als de lieve Heer zelf, ja, in Italië, ja, dan moet dat toch gevolgen voor je hebben? Ja. Nou ja, dat heeft het ook wel. Want ik denk af en toe als ik met hem zit te praten ook wel eens van... ben jij onderhand de lieve Heer niet? De dingen die hij vertelt en hoe hij dat dan doet, dan denk je van... Wat bedoel je precies? Nou, dat hij af en toe ook overkomt of dat hij de lieve Heer is ten opzichte van mij, dan denk ik dan af en toe. Want dingen die hij mij dan vertelt, dan denk ik van, joh, je lijkt er liever weer wel. Marco ging er eigenlijk heel... Nou, relaxed. Op zijn manier mee om. Hij voetbalde, hij deed de training en de wedstrijden. En daarnaast liet hij zich zo min mogelijk eigenlijk zien. En ook als je bij hem was, dus inderdaad in Italië, waar dus die druk wel heel sterk was. Dan ging je wel eens mee naar Milanello, het trainingscomplex daar. En dan merk je, was hij ook vrij ontspannen. De trainingen waren toch wel vrij heftig, maar hij was altijd bereid om na die trainingen... moest hij interviews houden, verplicht. En je liep daar tussen de pers liep je daar gewoon rond, tussen de journalisten. En hij had altijd wel tijd om even een knipoog te geven, om even te wijzen op iemand waar hij het die avond tevoren over gehad had. Of om even te zeggen van, nou, we gaan zo meteen weg. Weet je wel, dus hij bewoog zich daar vrij rustig en vrij nonchalant. Ik heb wel eens een verhaal gehoord dat hij een keer wegging, dat hij een discotheek binnenkwam en dat hij dacht van, nou ja, laat ik ook maar even gaan dansen. En dat binnen de kortste keren iedereen van de dansvloer af was gegaan. En Marco stond daar in zijn eentje op die dansvloer. Ik weet nog wel dat wij dus op een gegeven moment in Milaan waren. En dan hadden we een wedstrijd gevoetbald. En dat was, of hij had de wedstrijd gevoetbald. Het was tegen Napoli en daar hadden ze gewonnen. En wij gingen eten. En daar was dus ook Frank Rijkaard en zo bij. En de jongens die zetten hun auto allemaal weg... Maar Marco die zette hem op een baan neer, wat een taxibaan was, waar dus alleen taxis mochten staan. En toen gingen wij eten. En toen kwam er een man naar hem toe en die zei gewoon, die zei, die auto is van Marco Van Basten. Er was politie en alles en ze lieten de auto gewoon staan. Devo dire che Marco è un ragazzo timido, introverso. E come tutti i ragazzi introversi, anche un po' meteoropatico. E come tutti i ragazzi introversi, è sempre molto in difesa e quindi devi convincerlo. È chiaro che lui, quando ha visto che in questo modo si vinceva, quando ha visto che in questo modo si giocava bene, sempre più si era convinto che fossimo sulla strada giusta. Lui amava il calcio d'attacco. E wat ik zelf een van de beste en de mooiste wedstrijden vond, dat was in Barcelona en toen speelde AC Milan, speelde die won met 4-0 van Steaua Bucharest. Bonadoni, Tassotti. Trap. Van Basten, ja hoor. Zelden dat ik zo'n wedstrijd gezien heb, won ze met 4-0 trouwens. Twee goals van Gullit en twee goals van Marco. Hij dan ook
ontzettend sterk lichamelijk. Van Basten. Ondanks Boombesto, die dacht ik maak er maar een strafschop van. De beleving is daar veel extremer dan hier. Dat kan je bijna niet voorstellen. Elke wedstrijd is een finale. En de druk daar is volgens mij wel erg extreem. Volgens mij moet hij daar nu, nou nu zal het inmiddels over zijn, maar volgens mij tot voor 2 jaar heb ik hem een keer horen zeggen dat hij daar nu nog van aan bijkomen is. Van al die immense druk die 5 of 6 jaar daar, dat hij daar gevoetbald heeft. In Italië wordt verder geschreven aan het jongensboek. En Marco van Basten wint alles wat er te winnen valt. 2 keer Europa Cup 1. 2 keer kampioen met AC Milan. 3 keer Europees voetballer van het jaar. En al die tijd, zegt hij zelf later, heeft hij gespeeld met pijn in zijn rechter enkel. In 1992 ging het echt mis. Toen belde hij uit Turkije, dacht ik. Dan was hij in het nationale elftal. Had een kleine, had zich een beetje verzwikt, maar kon daarna nauwelijks meer lopen. Toen was het die fase 92. Daar is het gewoon niet meer gegaan. Ja. Ook bij normale activiteiten, niet alleen bij het voetballen. En zo kwamen onze mannen binnen. Ingehaald door de Vaderlandse Ochtendpers. Maar het gesprek was toch, hoe zat het ook weer met Marco van Basten? Normaal heeft hij van zijn enkels de dag na een wedstrijd altijd wel wat klachten. Dat was nu ook zo. En die status quo die er toen ontstaan is wat betreft de klachten in het enkelgewricht, die is in de loop van dinsdag woensdag niet verdwenen. En toen was er geen enkele ingang om te spelen. Ik zie hier bijvoorbeeld allemaal losse stukjes. Ja, wat is het? Kraakbeen? Bot en kraakbeen, ja. Dit heeft u uit zijn enkel gehaald? Dit heb ik uit zijn enkel gehaald. Dat zijn alles deze stukjes die je hier ziet. En hier is nog een centimeter op. Dan kan je zich voorstellen dat deze stukjes niet klein waren. Nee, dit is dus echt zukken. Ja. En dat moet heel pijnlijk zijn als je dat op de verkeerde plek in je enkel hebt. Ja, dat kraakte ook bij het onderzoek. Oh ja? En wat we toen gedaan hebben om er alles te kunnen doen. Zowel hier achter als het hele gewricht, hebben wij dit deel van het bot, beter hier te zien, eraf gehaald. Waarmee het mogelijk was om de hele enkel en het onderste spronggewricht te zien. En alles te verwijderen wat er niet goed was. En dan hebben wij het aan de eind weer teruggeschroefd. Het resultaat was niet goed. Hè? Dus wat ook de ingreep was, het resultaat was een heel zieke enkel met slecht kraakbeen, met enorme problemen, zelfs bij gewoon gaan. Hij mankte toen hij bij gewoon stappen zelfs. Hè? Dus het was echt niet goed. So around 92, you went with Marco van Basten to Dr. Marti. Ja. What do you think of his treatment and his operation in 92? I discussed, of course, with Dr. Marti about the treatment, but the treatment was decided from Dr. Marti, that was an orthopedic surgeon, and he decided this kind of technique. Do you think it was a mistake to do that operation? I have my opinion, of course. But I don't like to declare this. It's secret, like the medical opinions. He is the most elegant, he's the most creative, and in the sporting spirit, the most spectacular player. The player of the year is Marco van Basten. In het seizoen 92-93 speelt Van Basten vanwege zijn enkel nauwelijks nog wedstrijden voor AC Milan. Desondanks wordt hij begin 93 uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld. In april dat jaar gaat Van Basten met de clubarts van Milaan, Rodolfo Tavana, naar België. Dr. Martens is Van Bastens laatste hoop. Ja, het leek ons gewoon goed om in ieder geval ook een andere expert op dit gebied over die enkel aan te horen. Dan heb ik in het begin gesteld, kijk eens hier, ja, het is niet goed, maar alsjeblieft,
Je geeft nog even de kans aan de natuur. En toen was het nog maar een maand of drie, denk ik. Als ik me nog goed herinner, drie dan maanden toen ik hem de eerste keer zag na die eerste ingreep. Ik zei, kijk, we gaan wachten. Je gaat verder revalideren. En tijd brengt raad. Wordt het beter goed? Wordt het niet beter? Dan gaan we verplicht zijn om daar toch wel meer aan te doen. Ook dokter Martens besluit na een tijdje tot een operatie. Zijn collega Marty zet grote vraagtekens bij die ingreep. Kijk, op zich ben ik er tegen om over collega's te praten. Op zich moest hij nu zeggen, geen commentaar. Of dan geef ik u één commentaar en dan moet u deze foto bekijken. Wat is dat? Dan vraag ik u of u liever deze enkel wilt of deze. Dat is de situatie na de operaties in België. Dan was de enkel helemaal kapot. Dokter Martens heeft hem na u nog een keer geopereerd en daar was dit het resultaat van, ja. In België. Ja. En u zegt dit is rampzalig. Ja, dit waarom? Is. Waarom? Omdat nu zie je natuurlijk überhaupt geen krachtbeer meer. Kijk, hier mag je nog zeggen van het is verdund, het is niet helemaal normaal. Maar hier is het gewoon alles weg. Hij doet alsof het kraambeen na de tweede operatie kapot is en weg is. Ja. Ah nee, de operatie is gebeurd omdat het kraambeen weg was. Dat is wel een groot verschil, hè? Maar waarom zou Marty dit... Dat weet ik niet, of dat weet ik wel. Dat is natuurlijk een pijnlijke situatie voor hem, hè? Si cerca di fare di tutto perché possano ritornare a giocare. Lo fai con qualsiasi giocatore. È chiaro, se uno si chiama Marco Van Basten, o Maradona, o Ronaldo, è ancora di più. Però se purtroppo la mala sorte, la sfortuna, gli incidenti non te lo permettano, è chiaro che è un danno per tutti, prima di tutto per il giocatore e poi è un danno per lo sport in generale, per il calcio in particolare. He tried to play after the surgery. Sometime he played with pain. But he never asked, for example, an injection to don't feel pain. No? No, I never remember a situation he said, okay, give me anesthetic, I want to play with anesthetic. Never. I play. Was there any pressure on him to play? Of course. The pressure is from outside and from inside yourself. When you play football. Het is maart 1994. Uit Milaan komen berichten dat de enkel herstellende zou zijn. We hebben vandaag foto's genomen en daar hebben ze toch wel op kunnen constateren dat er dus verbetering was. En hij zei ook wel eens soms gaan dat soort dingen wat sneller dan het gevoel. Maar wat is die verbetering dan? Gelijk dat er zijn? Nou, ik denk dat ik dat beter kan uitleggen. Er is een verbetering vandaag op objectieve gronden. Dus het nieuwe onderzoek, de scanner die we vandaag gedaan hebben, toont een duidelijke herstel rond de enkel. Een paar maanden later heeft Van Basten nog steeds niet gespeeld. Toch gaat het gerucht dat hij die zomer in 1994 wil meedoen aan het WK-voetbal in de Verenigde Staten. En dat gerucht wordt door Van Basten zelf bevestigd. Ik denk dat ik misschien, als ik zo doorga, dat ik een waarde kan hebben zoals de laatste kwartier, de laatste 20 minuten misschien, in dit moment. En dan heel rustig bekijken hoe dat fysiek in ieder geval zich ontwikkelt. En dat zal onder leiding gaan van de Nederlandse medische begeleiding en de begeleiding hier met Milan. Van Basten wil graag zijn mislukte optredens op het WK in 90 en het EK in 92 uitwissen. Uiteindelijk gaat Van Basten niet naar het WK in Amerika. Die zomer ligt hij weer op de operatietafel. Ik heb een samenspraak met dokter Tavana, met Marco Van Basten, advies ingewonnen van belangrijke enkel chirurgen in de States. En dan hebben sommigen gesteld, doe hetzelfde als wat gebeurd is. Herhaalt dat, je hebt een kleine kans. Doe dat systeem aan Elizarov, je hebt meer kans. Of doe niks en schrijf Marco af. Elizarov heeft het nadeel dat het meer ingrijpend is in de zin van
dat is moeilijk te verdragen. Hè? Je moet daar met apparaat mee rondlopen, dat is mentaal moeilijker. Ja, en het is, schijnt ook pijnlijk te zijn. Het is vrij pijnlijk en het is zeker en vast niet comfortabel en het is heel onaangenaam. Moest hij 3 maanden, moest hij in die koker omheen. Had hij zelf een sleuteltje en dan moest hij iedere keer, want die voet die stond zo, ja. En het apparaat, dat deed dit. Dus iedere keer moest hij die schroefjes aandraaien met een sleuteltje, ja, dat het apparaat weer iets hoger kwam. En dat ze waren allemaal pennen die door zijn botten heen zaten, hoor. Geboord door zijn botten heen. Het apparaat van Ilizarov. Dat is een apparaat dat bedoeld is om het gewricht uit elkaar te trekken. Dat is zo. Met de bedoeling dat er een soort substituut kraakbeen gaat groeien. Exact. Wat u formuleert het perfect. Zo is het. Zou u dat apparaat gebruiken? Ik zie de zin ervan niet in. De voorspelling dat met het apparaat van Ilizarov misschien dat substituut kraakbeen zou aangroeien, die is niet uitgekomen. Nee, het kraakbeen is verder verdwenen en die slijtage is in no time is die zodanig geworden dat het stijf zitten noodzakelijk geworden is. Ja, dat zijn natuurlijk commentaar die men gemakkelijk kan geven vanuit zijn zetel nadien. Op dat moment was er niet veel keuze meer. Na 6 weken lag hij te huilen in bed, hoor. Te huilen zozeer deed. En toen werd hij het uit dat hamer. Maar ook verknald. Het gevaar, denk ik, bestaat bij een jongen als Marco van Basten, die over de hele wereld bekend is, dat doktoren toch het interessant vinden om zijn enkel eens te opereren. Ja, maar dat is dus, en dat kan ik zeker stellen, voor mij niet gevaarlijk. Ik heb dat ten eerste niet nodig. Ten tweede, het was geen geschenk. Hè? En ik heb het met die woorden gezegd. Dit was geen geschenk, dat was een vergiftigingsgeschenk. Hè? Als je dus in de media moet komen met een risicopatiënt, dat doe je liever niet. Hè? Het is natuurlijk wel vreemd als de ene dokter of chirurg dit zegt en de andere chirurg vertelt weer een heel ander verhaal. En ja, allebei hebben ze Marco geopereerd. En dat enige wat mij gestoord heeft in de hele zaak is dat Martens op geen enkele manier geïnteresseerd was in wat ik bij de operatie gedaan heb. En dat begreep ik niet. Ik had veel liever Martens uitgebreid informeerd dat en dat is gebeurd. En graag kijken naar, heb jij nog suggesties om dat te behandelen? Dat is de normale gang van een second opinion. En die had ik bijvoorbeeld met een Amerikaanse collega die hem ook onderzocht heeft, had hij die wel. Heeft Martens u helemaal niet om informatie gevraagd? Nooit. Heeft u voor die operatie contact gehad met dokter Marti? Onrechtstreeks wel. Ik heb al de rapporten gekregen via dokter Tavana, want uiteindelijk was dat de clubdokter. Ja. Die daar dus uiteindelijk de begeleidende arts was en die dus perfect wist wat er gebeurd was. Maar u heeft niet rechtstreeks met dokter Marti? Niet rechtstreeks, omdat dus dokter Tavana is de tussenpersoon. Had u niet de neiging om dokter Martens op te bellen? Ik heb het 6 keer geprobeerd. En toen? En toen kwam ik er niet door toen ik hoorde van een verdere operatie. Toen heb ik geprobeerd om hem te bellen, om hem in te lichten wat ik in Sankt Moritz gevonden heb en wat ik gedaan heb. Ik ben er niet doorheen gekomen. Hij heeft ook niet teruggebeld? Nee. Oké, ik zal het eerst in het Italiaans doen. Prima la faccio in Italiano. La notizia è corta. Semplicemente ho deciso di smettere a fare il calciatore, tutto lì. Grazie a tutti quanti. Marco die is niet iemand die met zijn zwakheden snel te koop loopt. Dat deed hij niet in het veld. En dat deed hij volgens mij ook niet zo snel erbuiten. Marco van Basten, il giocatore che unitamente ai suoi compagni di squadra, il saluto di Marco van Basten, un giocatore che ha disputato 124 partite con il Milan, 90 in campionato, i tifosi che lo stanno ora salutando. Ik zeg tegen mevrouw Danielle van bel Lisbeth eens even op hoe dat gaat vanavond. En, mevrouw belde op en vroeg aan Lisbeth hoe ze. Ja, vanavond. Ja, hij neemt afscheid. Maar Marco had gezegd dat ik niet mee hoefde. Want het was even. Hij moest even naar het publiek zwaaien. En dan zou hij weer naar huis komen. Dus wij hadden zoiets van. Verso la sua curva, verso i suoi tifosi.
è stato sicuramente uno dei più grandi calciatori. Dat is typisch Marco, weet je, van nou, dat wilde hij eigenlijk even snel afdoen en dan weer... En het was ook duidelijk te zien dat hij er zo over had gedacht, want ja, hij kwam aanlopen daar op het veld. En net of hij van het schoolpleintje afkwam van vroeger, waar we een partijtje hadden gevoetbald met zijn witte gymschoentjes, spijkerbroek, een zware jackie had hij aan. Una freddezza vista a pochissimi campioni. È un giocatore che ha dato tantissimo il calcio, forse avrebbe potuto dare ancora di più negli ultimi anni. I had some tear, so it was not easy for me to see. And the tears was not only upon my eyes, but I think it was upon the eyes of everybody. And so I remember everything, the people, Marco, and the music, the atmosphere. En hij kwam dat veld op, de spelers stonden al op het veld. En nou, het publiek, dat ging tekeer. En wij moesten maar aan Lisbeth denken. Nou, en Lisbeth zit thuis op de bank. Uit het gezicht van de jongen ziet dat zeg genoeg. Ja, want hij is zo verdrietig. Kijk, ik ken hem dan. Hè, maar ik zei het al, zo'n uitdrukking. Dan ben je in staat, hè, als je gevoelig bent, om daarbij te gaan staan huilen. Vind ik. Want er gaat zoveel in die kop om op dat moment. Ja, zijn liefhebberij, zijn sport, waar hij alles voor gegeven heeft. En het is in één keer weg. U ziet dat hij geëmotioneerd is. Oh, nou. Ja, heel erg, heel erg. Ja. Toen ik voor het eerst die foto zat en zonder mijn tranen ook naar het lachen. Hoor. Vindt u dat Van Basten, net als u, gewoon zonder verdere opleiding een trainersdiploma moet krijgen? Ja. Zonder enige twijfel. Maar goed, het is ook niet nieuw. Dat heb ik al een, denk ik, jaar of 3, 4, 5 geleden. Toen dus Rijkaard met Koeman en noem maar op begonnen. Ik doe dat dan gewoon. Want hij verdient het. Nou, het is geen kwestie van verdienen. Ze maken het voetbal zo verschrikkelijk moeilijk. Het is zo simpel. Van Basten heeft alles meegemaakt. Van Basten weet dat op het moment dat hij met trainen begint, alle ogen kwarten zijn. En dat 80% van de mensen graag willen dat hij afgaat. Dat is bekend. En dat is meteen zijn bewapening, zijn drijfveer en zijn, ja, noem je dat, jacht op om te laten zien dat hij het wel heeft. Zou hij een goede trainer zijn? Het lijkt mij bijna logisch, wat ik net schets. Is het bijna onmogelijk dat hij geen goede trainer wordt? Io avevo una grande fiducia in Marco. Io credo che Marco possa fare, se un giorno vorrà, l'allenatore ad alto livello. Quando io ritornai al Milan la seconda volta volevo prenderlo come collaboratore perché so quanto lui sia competente. Hij zegt, het begint wel een beetje te kriebelen, zegt hij. Hij zegt, want ik vind het zo leuk. Axo John bezig ziet. Hij zegt, en de resultaten en de prachtige accommodatie. Hij zegt, dan denk ik, ja, dat gaat kriebelen, zegt hij. Dat gaat kriebelen. Als hij John van Schip bezig ziet bij Twente. Ja, en die hele entourage eromheen, weet je wel. En het trainen en die besprekingen en zo. En dan voelt hij zich eigenlijk toch weer dat hij een beetje aangetrokken wordt door het voetbal. Is de roem niet veel minder, hè? Nee, daar hebben we het ook wel eens over. Dat, juist omdat hij die luwte zoekt, of eigenlijk heel weinig in het nieuws is, dat daardoor de magie van Van Basten steeds sterker wordt bijna. Iedereen verlangt ernaar, maar niemand kan hem krijgen. Ja? En toch verlangen ze nou om hem te zien. Zo is zijn leven. En ik zeg, dat is een mythe. Ja. Hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. Ik denk omdat hij vrij nuchter is. Natuurlijk vanwege zijn voetbal.
Maar dat ze hem zo mogen is omdat hij zo nuchter is. Hij loopt niet naast zijn schoenen. Hij wil de aandacht niet. En ik denk dat dat gewoon de mensen dus prikkelt om dus toch achterna te blijven gaan en zo. Of het nou komt door zijn naam, Marco van Basten, dat klinkt, dat allitereert lekker. Of dat het komt door zijn uitstraling en het feit dat het een jongen is waar iedereen zich mee kan identificeren, dat weet ik niet. Maar we hebben het er zelf ook heel vaak over gehad hoor. Eigenlijk na afloop van zijn carrière. Maar ook, nee, ook toen hij nog in Milaan zat trouwens. Van hoe het komt dat de magie van Basten zo sterk speelt in Nederland. En quindi ora la sua fama si è ulteriormente ingigantita. Io credo anche per il fatto che la sua carriera è terminata proprio nel momento di maggiore splendore. E quindi ha lasciato un ricordo indelebile nelle menti di tutti i tifosi italiani. Ik denk dat het toch wel een beetje een bravoer mannetje is, die toch ook een vrij nuchter is, die bijna iets calvinistisch in zich heeft. Het is een beetje een schoffie. Wat ik net al zei, men kan zich makkelijk identificeren met hem. Hij wil verder gaan in het leven als een doodgewone jongen, zoals iedere jongen is. Dat wilde. Hij heeft ook nog zijn vrienden van vroeger. Ja, toen hij hier nog speelde als kind. Die vrienden heeft hij nog. Hij was altijd al vanaf het begin af aan dat hij denkt van mensen, doe eens normaal. Want ik ben maar gewoon Marco. En dat is hij nog steeds. Dat is hij nog steeds.